Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we het hebben over de man, de legende, koning Arthur. Wow! Ja. Wacht even, die was er vorige week ook al. Jawel, maar nu gaan we even wat meer over hem vertellen. Oké, ja, dat klinkt goed. Ja, ja. Wie was dat nou? Ja, we zeiden al, hè. De koning Arthur legendes komen uit de 7e eeuw zo'n beetje. Grootste deel begon rond 1830 met de schrijver monnik Nennius. En een hoop bronnen die spreken elkaar weer tegen. Hè, want ja, nou ja. Dat moet. Je weet hoe dat gaat. Ja. Vandaag gebruiken we eigenlijk heel veel van de christelijk, geestelijk en geleerde Geoffrey of Monmouth. Monmouth. In het Nederlands Godfried van Monmouth. Huh. Ja, hij was echt een schrijver. En hij schreef onder andere de Profetia Merlini. Oftewel de profeten van Merlijn. En dat was rond 1135. Ja, dus ook een wat modernere. Wat het eigenlijk is, heel veel van die karakters, die waren er wel al. Die waren omschreven. Maar ze hadden nog niet echt een backstory. Er zat nog niet echt een verhaaltje omheen. Het idee dat Merlijn een tovenaar is, of een ziener, dat is eigenlijk wat hij voornamelijk is, dat bestaat al heel lang. Maar zijn backstory en zo, dat is allemaal een beetje later gekomen. En dat heeft die Geoffrey of Monmouth voornamelijk toegevoegd. Mm-hmm. Goed. King Arthur Pendragon. Of yes. Brenin Arthur. In het Welsh is dat. Oh, ja, het is ook Welsh gebaseerd natuurlijk. Ja. Veel is Welsh gebaseerd, ja. In het Cornish is het Arthur Gernow. Uh-huh. En in het Bretons, of ja, dus je hebt Bretagne en je hebt Bretagne. Je hebt het Franse Bretagne en je hebt het Breton, het Engelse. Maar daar heet het dan niet Bretagne of zo? Ja, ik weet niet zo goed. Ik geloof, mijn Nederlandse bron zegt Breton. Oh, Breton. Breton, ja. En daar is hij Rui Azur. Mm-hmm. Nou, Rui op zich is dat van Le Roi, denk ik. Ja, koning. En Azur zou dan Arthur moeten zijn. Mm-hmm. Klinkt heel mooi. Tijd voor een backstory. Oh, yes. Koning Constantijn. Koning Constantijn is waarschijnlijk een samenspelting van een aantal echte Constantijnen. Er zijn heel wat Constantijnen geweest in de geschiedenis, hè? We hebben Constantijn III, de keizer van Rome, zeg maar. Je hebt koning Constantijn van Dumnonia. Ik weet niet waar dat is. Rond de 6e eeuw was dat. Is in Schotland. Oh, in Schotland. Het ligt een beetje aan de midden Groot-Brittannië. Mm-hmm. Okay. En dan aan de westkant, zeg maar. Dus wel Schotland, maar... Ja, dus daar was ook een koning Constantijn. Oh, wow. En we hebben dan ook nog zijn derde Constantijn. Die kwam voor in de Chronieken van Wales. Dus ja, dat is dan weer twijfelachtig. Was dat dan wel echt, was dat niet echt? Constans was de oudste zoon van Constantijn. Handig dit. En werd dus automatisch de koning van Lugri of Logres. En nou ja, wat is Logres, wat is Lugri? Ongeveer Engeland. Dat is wel makkelijk. Dat is ongeveer gewoon wat nu Engeland is. Lugri is gewoon Engeland. Ja, Lugri. Oh, wauw. Ja, niemand is precies zeker hoor wat de grenzen zijn, maar relatief ongeveer Engeland. Lugri, zei je? Lugri. Lugri, dat is dus Engeland. Ja. Oh. Dus we hadden koning Constantijn. Hij kreeg een zoon, Constans. En die werd vermoord. Het was een list. Het was een list al die tijd. Oh. Mm. Gelukkig had Constantijn nog twee zoons. En dat waren Uther en Aurelius. Nou, voordat deze vermoord werden, vluchtten ze snel naar Bretagne. Dus niet naar Britain, maar Bretagne in Frankrijk. Ah. Ja. Trainingmontage. Goed. Oh. Toen ze hierheen gingen, Uther en Aurelius, waren het echt nog wel kindjes. Hè? Ze waren heel jong. Hun broer, oudere broer Constans, die de koning werd, was ook nog vrij jong. Hè? Dus het was allemaal gewoon één grote list om
om aan de macht te komen van een of andere slechterik. Goed, in Bretagne waren ze dus gevlucht. En daar zijn ze hele grote, sterke krijgers geworden natuurlijk, die Uther en Aurelius. Yeah. En tijd voor wraak. En ze komen terug naar Logres, Lugres, Lugri. Hoe zei je dat in het oud-Engels? Logres. En daar branden ze de hele boel plat. En zo wordt Aurelius de nieuwe koning. Oh, koning Aurelius. Ja, Aurelius. Het is een mooie naam, hè? Je hebt ook een keizer Aurelius in het Romeinse Rijk. Ja, ik denk dat ik daaraan dacht, aan Aurelius, maar. Waarschijnlijk is die ook wel een beetje daarop gebaseerd. Ze kijken veel, nou ja, af Af. ervan, maar ja, je ziet veel dingen terugkomen. Ze Ja. hebben wel wat ermee, want ook in sommige van de verhalen hebben ze het over Troje. Ze zijn best wel fan van die oude verhalen. Oh, hebben we Troy al behandeld? Nee, hè? Nee. Ah. Of Uh-oh. als je dit luistert in de toekomst, misschien wel. Ja, maar momenteel nog niet. Oké, side quest. Oh jee, side quest. Ja, we springen een beetje van de hak op de tak. Maar goed, in ieder geval, er was dus een koning in Engeland, die ging dood. Zijn zoon volgde op, maar die ging ook dood. En zijn twee andere zoons, die zijn nu teruggekomen en zijn aan de macht gekomen. Nou, Aurelius is dus echt de koning. En Uther ging dus met 15.000 man naar Ierland. Met de hulp van Merlijn. Om de stenen van Mount Killerous, genaamd de Ring van de Reuzen, om dat terug te brengen naar Ker'Radoc. Nou, heel leuk, ik geef allemaal termen. Het is ongeveer waar Salisbury nu is. Dus weet je al wat we aan het doen zijn? Zijn we toevallig naar. Oh nee, dit meen je niet. Cool. Ik weet waar je het over hebt, Peter. Allemaal grote stenen. Ja. De Waarom? sidequest is Stonehenge. Je Stonehenge. Ah, Stonehenge. Tuurlijk is Stonehenge. Hey, deze stenen Stonehenge. waren heel bijzonder. Hè, die stenen lagen dus in Ierland, maar die zijn daar neergelegd door reuzen uit Afrika. Ja. Ja, nou, dat ze wisten wat Afrika was. Nou ja, kijk. Ik bedoel, aan de ene kant, de helft klopt. Ja. Ik weet niet of het per se reuzen waren. Maar aan Ja. de andere kant, ja, wanneer volgens mij waren, toen die stenen neergelegd waren, waren het wel al Europeanen. Weet je? Ja, maar reuzen uit Afrika, cool. En hadden die reuzen ook nog een bepaalde naam of zo? Of was het gewoon Nou, ik moet er reuzen uit meer Afrika? onderzoek naar doen, maar ik weet ook niet, zeg maar, wat is een reus? Is dat iemand die gewoon vrij groot is, of is het echt een reus? Hey, is het iemand die gewoon 2 meter is? De wolken kan krabben. Of is het werkelijk iemand die 4, 5 meter is? Weet je wel, geen idee. Ik heb geen idee. Maar goed, als je die stenen van Stonehenge kijkt, ja, dan moeten ze wel groot zijn geweest, hè? Ja, maar je stelt je voor dat, ja, als je zoiets kan tillen, dan ben je zo groot. Maar als history guy, ze hadden de tijd. Dat was het voornamelijk, hè. We zitten nu steeds te denken, hoe hebben ze het ooit gebouwd? Ja, gewoon steen voor Ja. steen, stap voor stap. Ja, en bedenk, de eerste, de beste dare van. Hey, ik weet zeker dat je die steen niet op kan tillen. Nou, echt wel dat je dan die steen kan optillen, gaat niet altijd goed, maar ja, die mensen die hadden de tijd en ze waren echt veel, veel geavanceerder dan wat we Ja. denken. Dus die stenen die heeft koning Arthur samen met 15.000 man en Merlijn terug naar Ker'Radoc, wat nu Salisbury is, gebracht. En zo is Stonehenge dus gemaakt. Ja. Wauw. Ja. Weten we dat ook weer? Nu weten we precies waar Stonehenge voor is. Hij wilde het omdat hij een monument wilde maken voor de gevallen koningen. Dat is dus de verklaring van Stonehenge in de boeken. Als ze terugkomen van deze sidequest om Stonehenge, dan barst de strijd los. Aurelius, die is ziek en kan niet de troepen leiden. Dus Uther moet het allemaal doen. En hij komt net op tijd, hè? Ik bedoel, wauw, ze stonden echt al voor de deur.
Goed, hij trekt ten strijde tegen de Saksen, want we vechten tegen de Saksen op dit moment. En als ze de strijd inrijden, heel episch, zien ze een komeet in de vorm van een draak. Wow, wow. Dit is een voorbode, een teken, roept Merlijn, want Merlijn weet alles, ziet alles. Hij kan een beetje toekomst voorspellen. En hij vertelt, Uther, je zal overwinnen. En het is zo, hè? Ze winnen de strijd. Maar Aurelius, die overlijdt. Hij is vergiftigd. Hij was niet ziek, hij is gewoon vergiftigd. Ah, verdorie, er zat iemand, een spion in het hof. Ah, en daarmee is Uther de overwinnaar, maar ook de nieuwe koning van Lugris. Of Lugri. Goed, dat is dus Uther. En die komeet, in de vorm van een draak, is waar zijn naam ook vandaan komt. Hij heet Pendragon, hoofddraak. Oh. En dat komt dus van die komeet. Vanaf die komeet heeft hij zijn naam gekregen. Hè? Want een naam is eigenlijk meer een soort titel. Je achternaam, dat hebben we in Nederland natuurlijk ook een beetje. Als je een bakker bent, dan heet hij je bakker. Mm-hmm. Maar toendertijd helemaal. Ik bedoel, dit is natuurlijk hoe je je naam krijgt. Alexander de Grote is natuurlijk... ja. Hij was de hoofddraak, de winnaar. Ja, drakenkomeet. Huh. Ja, een komeet. Ja, het is wel heel... het is best wel episch. Ik kan me voorstellen dat je dit... dat je echt zo komt aanrijden op je paard... en dan zie je die komeet zo... met brandende en wolk erachter zo. Het ding schijnt ook te zijn dat het... Ja, er zijn theorieën dat er wel vaker door de geschiedenis heen... kometen zijn gezien. En ja, mm-hmm. dat wordt dan een hele cult van... Oh, vuurbal in de lucht. Ja. En dit is dan een mythe. Maar ja, het kan best zijn dat daar wat iets van waarheid in zit. Dat iemand zegt van... Yo, gast, zie je die wolk? Mm-hmm. Ja, dat is geen wolk. Oh, en nu was dan een vuurbal. Oh, zie je die vuurbal? Ja, dat is een draak. Ja, ja, we zouden het bijna kunnen uitrekenen. We hebben een komeet die elke 70 jaar terugkomt. De Halley's Comet. Oh. En eigenlijk, misschien zou je kunnen rekenen zo van, het was misschien wel die komeet. Het zou ook een willekeurige andere kunnen zijn, maar... Dat is wel echt heel gaaf. Ja, ja. Dat ze daarop gebaseerd zouden hebben. Ja, dat zou wel cool zijn. Goed, dit is dus eigenlijk hoe Uther uiteindelijk de koning is geworden. En het doet me ook een beetje denken aan de Griekse mythologie met het hele gedoe van Uranus, en daarna Kronos, en daarna... Zo gaat het steeds van koning op koning. Ze willen constant laten zien wat hun lineage is, hè, waar ze vandaan komen. Ja, hey, maar even een vraagje. Uther, is dat Arthur zelf, of is dat... De vader van Arthur. Het is de vader van, ja. Dat is de vader van Arthur. Ja. Oké, duidelijk. Ja, maar waarom noem je kind... Dat is net als die Constantijn met zijn zoon Constans. Dat is toch zo onhandig? Ja, ik ben ook niet van plan mijn dochter Kirsten te noemen. Nee. Dat wordt een beetje heel vervelend eigenlijk. Een beetje narcistisch, maar... het is gewoon onhandig. Ja, waarom geef je hem gewoon niet Uther Jr.? Weet je? Ja, veel duidelijker. Zeker weten. Ja, ja, ja. Hey, in dit hele geschiedenisdingetje van de vader van Arthur... hebben we het ook steeds gehad over Merlijn. Maar wie is dan Merlijn? Ja, Peter, wie is Merlijn? Nou, Merlijn is bedacht door Geoffrey of Monmouth. En zijn oorsprong, dat zit dus in die Profetia Merlini... Oftewel de profeten, profetieën van Merlijn rond 1135. Nou, Merlijn is licht gebaseerd op Merdin Wild. En Merdin Emrys. Twee verschillende mensen die Merdin heten. Oh, het zit in de mer. Ja, er was alleen een probleem. Kijk, Geoffrey of Monmouth schreef een beetje in het Frans. Mm-hmm. En Merdin... lijkt een beetje op Merde. Dus daar heeft hij maar Merlijn van gemaakt. Oh, wauw. Ja, anders heb je dat het Merde. Ja, dat... Dat is niet handig. Ja. Goed, dit waren wel verschillende personen, maar ze waren allebei wel een bard of een minstreel. Dus het waren mensen die muziek maakten, hè, voor de koning, onder andere. Mm-hmm. Ja. Merlijn. Zijn origin story. Merlijn werd verwekt
door een bovennatuurlijk wezen en een gewone vrouw. Uh-huh. Dat is best magisch, maar helaas, dit bovennatuurlijke wezen was een incubus. Oh. Oftewel een demon. Ja. Ja, een incubus, dat was toch zo'n mannelijke... Een mannelijke demon van de vleeselijke lusten. Ja, maar, inderdaad. Je hebt inderdaad een incubus en een succubus. Nou, de succubus is dan de vrouwelijke variant. Ja, en ik denk dat mensen die beter kennen. Maar een incubus is gewoon hetzelfde, maar dan een mannelijke variant. Ja, en dit zijn gewoon demonen, duivels en deze verleiden je. Hè, deze zorgen ervoor dat je gaat zondigen. Dat is eigenlijk het idee daarachter. En dan zuigen ze je leeg, toch? Mm-hmm. Want dat is wat zondigen doet, weet je? Wat een mens wil doen. Ja, dat kan niet. Nee, daar word je geen beter mens van. Nee. En dit is ook waar demonen en heksen geboren worden. Hè? Die worden geboren door zo'n incubus of een succubus. Maar hij was geen heks, hij was een tovenaar. Nee. Hij was echt een duivels kindje. En de term voor zo'n duivelse baby is een cambion, of een changeling, of een oaf. Nou, een oaf, dat heb je wel eens gehoord, hè? Dat zeggen we tegen mensen die dom zijn. You oaf. You bloody oaf. Maar dat is dus blijkbaar een demonenkindje. Ja, dat is zo onaardig ergens. Ja, nou ja, als je nu weet wat het idee achter oaf is, ja... Ik weet niet, dan is het toch minder jolig, minder grappig. Ja, het wordt opeens een stuk minder leuk om te gebruiken. Het klinkt zo heerlijk, heerlijk Brits, weet je. Oh, you bloody oaf. Ja. En dan nu is dat van, eigenlijk scheldt je gewoon iemand uit van, stomme demon. Ja. Nu zie ik ergens wel de humor in van iemand een demon noemen. Ah, maar... Maar goed, Merlijn is dus echt wel een oaf. Of een cambion. Dat is... eigenlijk Merlijn is altijd een beetje de wijze... Ja. Aardige man. Ja, dus hoe lossen we dit op? Vertel. Hij wordt gedoopt. Oh, ja, tuurlijk. Ik weet niet... Nu is het prima. Ja, Er werd ook gezegd dat Merlijn geboren zou worden en dat hij een... enorm duivels wezen zou worden. Hè? Hij zou misschien wel de nieuwe leider worden van de demonen en zo. Dus het was eigenlijk een groot probleem, maar hij werd gedoopt. Dus ja, hij is niet meer kwaadaardig. Want, ja. Nou, de Heer heeft hem gered. Ja, zo simpel. Ja. Maar waarom kan dat dan niet altijd? Waarom kunnen we niet alle heksen dan op die manier redden? Waarom moeten ze op de brandstapel? Nee, dat kan niet, Peter. Vrouwen die kunnen niet gered worden. Die zijn... Nee, dat zal wel niet. Nee, ja. Nee. Ik heb geen idee, Peter. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar goed, nee, inderdaad. Wij weten de regels niet. Maar Merlijn heeft nog wel de magische krachten van deze demonen. Oh. Hij kan de toekomst voorspellen. Dat is eigenlijk wat hij voornamelijk doet. Hij kan ook van gedaante veranderen. Alleen ben ik dat nog niet tegengekomen in een van de verhaaltjes. Ja, maar dat komt omdat je niet weet in wie die veranderen. Oh, weet, ja. Weet je, die ene uil, dat was Merlijn. Oh. Want de Green Knight was Merlijn. Maar goed, ik ben wel tegengekomen dat hij vuur uit zijn handen kan schieten. Zo van, oké, cool. Oh, dat kan niet. Ja. Dat is zo meta. Ja, erg overpowered. Cool. Maar werd hij dan toen geboren en daarna kreeg je een andere kleur of zo? Oh ja, goede vraag. Weet ik niet. Wat er wel staat is dat hij heel snel groot werd. Hij was op 2-jarige leeftijd was hij al vrij groot, kon hij goed praten en goed lopen. En kon hij al zijn eerste spels, zijn eerste magie. Ah. Ja. Ja, ja, ik wou dat ik zo snel... vooruit ging. Ja. Maar goed, Merlijn was daarom ook de rechterhand van verschillende koningen. Hè? Want ja, ik denk dat hij onsterfelijk is, zeg maar. Of in ieder geval heel oud kon worden door zijn origin story. Aha. Ja. Goed, dat is dus Merlijn. Ja. Wauw. Goed, Merlijn die hielp dus alle koningen. En hij leidde ze ook op. Hè? Dus als ze dan prins waren, dan gingen ze bij hem in de leer.
En dan leidt hij ze op. En zo dus ook de zoon van Uther Pendragon. De kleine Arthur. Oh. Mm-hmm. Maar dan, Uther, die vecht om de macht in Brittannië. Hij wil Brittannië verenigen. En hij sneuvelt op het slagveld. Weer een koning dood. Maar Arthur is nog heel jong. Dus samen met Merlijn vluchten ze en ze gaan naar het hof van een lokale edelman. En daar groeit Arthur in het geheim op. Zo ongestoord, zeg maar. Wel, als ik het zo teruglees ook, ik moet steeds terugdenken aan de Griekse mythologie. Zeus is toch ook inderdaad opgegroeid op aarde, in een grotje. Onder toezicht van mensen die wel aardig waren. Ja, ja. Oh, grappig dit. Goed, zonder koning, hè, want Uther Pendragon was nu dood en er was heel veel onrust in Brittannië. En Brittannië had een koning nodig, een geweldige koning. Dus Merlijn had een plan. Hij plaatste op het kerkhof van Londen een steen met daarop een aanbeeld met daarin een zwaard. Mm-hmm. Ja, we zeggen altijd zwaard in de steen, maar als je de plaatjes bekijkt, daar zit in een aanbeeld, ja. Ah. Nou ja, het slaat ook wel ergens om. Weet je, een groot brok ijzer is eigenlijk veel sterker dan een groot brok steen. Ja, ja zeker, ja. Ja, we denken altijd van, oh, steen, dat is zo sterk. En dan, ja, maar het ding is, we hebben niet heel veel ijzer. Weet je, als je dat allemaal bij elkaar stopt, dan is het veel zwaarder dan een groot rotsblok. Mm-hmm. Weet je, til maar eens een aanbeeld op en dan een iets wat hetzelfde, dezelfde groot. Kijk, het is nog steeds zwaar, daar in ieder geval. Maar de dichtheid van ijzer is groter, ja, zeker. Het is veel groter, ja. Ja. Ja, dus dit slaat ergens op. Ja, dit klopt helemaal. Hier zijn we het mee. Ja. Goed, Merlijn vertelde dat degene die dit zwaard uit deze steen, eigenlijk uit het aanbeld, verwarrend dit. Als iemand de zwaard eruit kon trekken, dat zou de wettige geboren koning van Brittannië zijn. Mm-hmm. Nou, klinkt iedereen. Het is minder catchy eigenlijk. Ja, zwaard uit aanbeeld klinkt niet zo catchy. Ja, nee, het zwaard in het aanbeeld. Ja, dude, elk zwaard wordt gemaakt op een aanbeeld. Want, jij zit in het aanbeeld. Erin? Hij zit in het aanbeeld. Ah, dus. dat kan niet. Ja, onder die poten of zo? Ja. Dat slaat nergens op. zwaard in het aanbeeld. Ja, ja. Zwaard in de steen met aanbeeld erop. En goed. Vele edellieden kwamen natuurlijk proberen, want ja, als je hem eruit haalt, dan ben je koning. Dus ja. Weet je, dat is natuurlijk, dat klopt helemaal. Maar niemand slaagde erin, hè. Dit zwaard zat muurvast. En Brittannië had nog altijd geen koning. Ach, toen ik dit las trouwens, toen bedacht ik me, dit is misschien wel de meest trouwe Disney-film die er bestaat. De zwaard in de steen. Ja. Alles klopt. Arthur is toch een kleintje, hij is in de leer bij Merlijn. Zwaard zit in de steen. Maar was het een aanbeeld in die film? Ja. Oh, wauw. Dat is best wel goed. Ja. Op een dag moest de jonge Arthur, hij was geadopteerd en zijn adoptiebroer was Sir Kay. Hij was een ridder en hij was dus de schildknaap van deze ridder. Maar Sir Kay die was dus zijn zwaard vergeten mee te nemen. Dus dat was een beetje onhandig. Dus Arthur werd meteen erop uitgestuurd. Hier, snel, ga een zwaard halen. Ik heb hem nu nodig. En Arthur zoeken, maar thuis kon hij hem niet vinden. En toen hij terugrende, zag hij dus een steen. Met een aanbeeld erop en een zwaard erin. Aha. Toen dacht hij, die kan ik wel gebruiken. Dit rare roestige zwaard wat hier nog staat. Oké, hij zal niet roestig zijn, want het is natuurlijk magisch. Hè? Het is vast magisch. Ja, hoe lang zit dit zwaard er al? we weten toch allemaal, nou ja, hoe oud is Arthur? Mm, maar we weten toch allemaal dat het zwaarden voor eeuwen glanzend blijven. Tuurlijk, en altijd gebruikt kunnen worden. Hoeft ze niet te scherpen, nee hoor, niks aan nee, hand. En dat ze gewoon nadat je de eerste drie ermee hebt doodgeslagen, dat het dan gewoon nog makkelijk bruikbaar is en niet van iedereen afglijdt. Mm-hmm, mm-hmm. Goed, Arthur, de jonge Arthur, hij is hier nog een jonkie, die zag dus het zwaard in de steen en hij dacht, oh ja, dat is een zwaard, die kan ik wel gebruiken. Dus hij trok het zwaard eruit, rende naar zijn broer. Maar ja, hij had niet door wat hij had gedaan. Mensen zagen het en dit was hem. Dit is onze koning.
Maar ja, Arthur was nog veel te jong om door iedereen serieus genomen, hè? Veel edelen wilden niks van hem weten, this beardless boy. Wauw. Nee. Beardless boy. Daar gaan we niet naar luisteren. Pas, kom maar terug als je een baard hebt. Hij werd dus wel koning. Hè? Arthur werd wel op de troon gezet. Dus hij moest zich echt gaan bewijzen. Maar goed, in vele battles. Hij ging echt wel trainingmontage. En langzaam bouwde hij zijn gezag op. En hij bouwde langzaam het kasteel. Camelot. Ja. Maar dit zwaard dan, hè? Is dit dan al Excalibur? Of? Oh, zo een goede vraag. Excalibur, of zoals in sommige teksten Caliburn. Caliburn, ja. Caliburn. Dat is het zwaard van koning Arthur. Dat is algemene kennis. Maar of dat dan dit zwaard is, of het zwaard wat hij krijgt van de vrouw van het meer, dat weet ik niet. En eigenlijk lees je dat ze allebei Excalibur heten. Ja, dat slaat nergens op. Dan heb ik een auto en die noem ik dan Excalibur. En dan krijg ik een nieuwe auto en dan noem ik die ook Excalibur. Nee, maar je noemt de ene Caliburn en de andere noem je Excaliburn. Ja. 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 Het is ook niet zo duidelijk of deze zwaard uit de steen of die magisch is. Oh. Of die krachten heeft. Het is gewoon knap dat hij hem uit de steen trekt. Ja, kijk, hij zat natuurlijk vast met magie. Maar hij heeft geen speciale krachten. Dit was gewoon het zwaard van Uther. Ja. Ja, en waar heeft hij hem vandaan? Ja, gewoon. Het is gewoon zijn zwaard. Het zwaard wat in de steen zit is niet een bijzonder zwaard. Het is gewoon een zwaard in een steen. Ja, ja. En toen. Enter koning Pelinor. Oh, daar is hij weer. Die man Pelinor. Met die grijze baard. Die oude ridder. Ja, we kennen hem nog, hè, want hij was de moordenaar. Hij was degene die koning Lot heeft vermoord, heeft onthoofd. Oh. De ridder waar Gawain wraak op wilde. Gawain. Ja, Gawain, onze held Gawain. Hè. Mm-hmm. Ik ben wel fan van hem geworden. Ja, best wel. Mag ik hem vragen om koning Pelinor eraf te slaan? Kunnen we even... Oh, ik ben geen vrouw. Oh, maar hij zal je vast gehoorzamen. Hij is zo aardig, die Gawain. Hij is echt een bro. Ja. Ja. Maar die koning Pelinor, schimmige dude. En Pelinor en Arthur, die troffen elkaar op het strijdveld. En tijd voor een joust. Nou, kijk, vorige keer had ik gezegd dat die Pelinor een beetje een lafaard was. En dat was ook zo in dat verhaal. Maar dit is een eerder verhaal. Dit is een prequel. Oh, wow. Hier is Arthur nog iets jonger. Gawain is waarschijnlijk nog helemaal niet in zicht. Mm-hmm. Dus ze hebben elkaar al eerder ontmoet op het slagveld. Dat is insane. Mm-hmm. Maar Gawain is dus jonger dan Arthur? Ja. Oh, oké. Okay. Denk ik wel, ja. Mm. Ja. Nou ja, weet je, ik denk dat iedereen in die tijd gewoon maar 40 werd. Dus het zal me wel meevallen. Maar goed, Pelinor en Arthur troffen elkaar dus op het slagveld. En tijd voor een joust. Yes, nog een joust. Elke aflevering. Hey. Goed, twee keer ging het nog maar net goed. Nog maar net. Oh, mis. Oh, En net zo wham van zijn harnas af. En de derde keer. Hij werd hard getroffen. Arthur's schouder werd doorboord. En hij viel van zijn paard af. Oeh. En hij brak zijn zwaard. Oef. Huh? Ja. Arthur viel van zijn paard en hij brak het zwaard. Het zwaard uit de steen. Denk maar dat hij hem om had, zeg maar. En als je bovenop valt, als je van je paard afvalt, dan breekt waarschijnlijk alles. Mm-hmm. Ja, dat zijn rug niet gebroken is. Oh, mijn zwaard is gebroken, maar mijn rug is fijn, jongens. Hij staat niet op. Hij ligt daar. En Pelinor komt aangelopen zo. Heel langzaam, neemt zijn momentje. Zo van, check mij, net als vorige keer, check mij. Ik ga Arthur even vermoorden. Enter Merlijn. Merlijn betovert iedereen. Oh. Ja, en iedereen stopte met vechten. En Pelinor dacht nu dat Arthur aan zijn kant stond. Wat? Dus hij hielp hem overeind en zei, wauw, we hebben goed gestreden tegen de... Tegen wie waren we aan het vechten? Ja, buddy!
Ja, zeker. Ze zijn weggevlucht allemaal. Dat hebben we goed gedaan. Kom, we gaan terug naar Camelot. En vanaf nu is Pellinor dus een van de ridders van de Ronde Tafel. Wauw. Maar goed, hij is dus betoverd. Hè? Hij denkt dus dat hij aan de kant van Arthur staat. Mm. En dat is dus ook een beetje waarom hij zo schimmig is. Met zo'n twijfelachtige ridder is. Ja. Nou, dat wordt een awkward koffiegesprek. Hey, weet je nog die ene keer dat Merlijn je betoverde? Wat? Wat? Ja. Ja, ja. Oké, weer tijd voor een sidequest, Karsten. Yay, tijd voor een sidequest. Nou, maar het is misschien wel een beetje een mainquest dit. Want Artis, zijn zwaard is gebroken. Oh, ja, nee, dit is een plotpoint, Peter. Dit is wel een mainquest. Dit is wel een mainquest. Dit moet je wel zo snel mogelijk doen. Ja. Hij laat een nieuwe smeden? Nee, hij moest op een kweeste. Oh. Een kweeste naar de Lady of the Lake, de vrouwen van het meer. Aha. Nou, Merlijn vertelde Arthur dat de Lady of the Lake een speciaal zwaard heeft, gemaakt in Avalon. Avalon. Ja. Ben je bekend met Avalon? Ja, de naam... laten we zeggen dat ik de naam wel herken ergens, maar de Kingdom of Avalon of zo, maar... Ja. Nou, waar Avalon ligt, is onduidelijk. Het is een oord verborgen in nevelen. Het is daar heel mistig, zeg maar. Dus Engeland zelf. Oh ja, zeker. Ja, ja. En je kunt er alleen maar komen met een magische boot. Aha. En deze magische boot moet je dan roepen. Ja, ik weet even niet wat je moet roepen om deze boot te... Maar ja, daarom kom ik ook niet in Avalon, weet je? Ik bedoel, ja. Ja. Avalon is... mag ik overvaren, ja of nee? Zou dat werken? Het moet wel in het Engels. Ik heb geen idee, het is ergens wel een magisch liedje. Maar... Ja, ja, ja. Maar goed, deze boot brengt je dus door de mist heen naar het eiland Avalon. Het is dus een eiland. En de naam is waarschijnlijk een verbastering van het Bretonische woord Anfwin. En dat betekent zoiets als feeënrijk of de onderwereld. Wauw, het feeënrijk? Ja, het feeënrijk. En dat is dan de onderwereld. Terwijl feeën worden toch altijd met hele vrolijke, leuke, lieve... Ja. Wezentjes, of is dat weer een... Veeën zijn wel... Zijn niet goedaardig, hoor, in de mythes. Veeën zijn een beetje schimmig. Iedereen is steeds meer schimmig. Ja, dat is... Nee, je moet oppassen, hoor, met veeën. Dat is wel een dingetje. Je moet ze niet boos maken. Je moet goed op ze letten. Je moet hun bos met rust laten. Veeën zijn wel... zijn niet goedaardig of zo. Aha. Dus Avalon betekent misschien veerrijk of onderwereld, maar het kan ook van afval of afval komen. Aha. Herken je het woordje? Het is een appel. Ja, oh, een appel. Ik dacht, oh, afval, ja. Nee, ja. Afval. 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 Afval, ja. Nou ja, Avalon. Avalon. Oh, dus appelen. Ja, misschien dat iets is. Maar goed, ze weten dus niet zo zeker wat Avalon betekent. Maar het is een magisch eiland. En daar worden onder andere de heksen opgeleid, tovenaars opgeleid. Ze maken daar prachtige wapens en zo ook dit speciale zwaard. En de Lady of the Lake geeft dus dit zwaard aan Arthur. En dit is het magische zwaard. Excalibur of Caliburn. Excalibur. Ja, en dit zwaard was echt toppie, hè? Echt een fantastisch zwaard. Maar de schede is eigenlijk belangrijker. De schede zorgt ervoor dat de drager geen verwondingen oploopt. Wow. Ja, dus eigenlijk kun je het zwaard gewoon wel laten. Je hoeft alleen maar die schede te dragen. Dit is toch, Wacht even, dit heb ik eerder gehoord. Ja, dat is weer die riem. Ja. Ja, een beetje veel... Ja, een beetje cheap is het ook, hè? Van, ik bedoel, ik ben niet een hele goede strijder. Ik kan gewoon niet dood. Het is gewoon de Wolverine. Was dit hoe ze compenseerden toen ze nog niet wisten hoe ze harnassen moesten maken en zo? Nou ja, het verklaart wel een beetje hoe je 400 man kan doden, zeg maar. Want dat kan gewoon niet. Nee.
Nee, niet zonder automatische vuurwapens, Oh nee. ja, er zijn situaties te bedenken waarin het een stuk makkelijker is, maar Ja, een eerlijke strijd, nee. een melee-strijd. Maar als je denkt van, ja, wie heeft de meeste, de meeste kills op zijn naam? Weet je, wie heeft de grootste killcam? Welke strijder heeft de grootste killcam? En dan, als je dat intypt op Google bijvoorbeeld, dan vind je allemaal die vorms van, oh ja, dat zal dan zo'n strijder. En dan volgt iemand die dan zegt van, ja, waarschijnlijk een van de mensen die, die de atoombommen heeft Ja, gedropt. zeker. Ja, Dat ging heel snel. En ja. het was, hè, iedereen die op dat moment overleed, maar ook mensen die aan de straling Die overleden. Dus ja. daarna. En dan heb je het over 200.000 mensen. Over Dat ja. ga je in je eentje, ga je dat niet redden, kan ik je vertellen. Als je daar nu aan begint en elke dag één Ja. iemand vermoordt, nou dan ben je lang bezig. 200, dan ben je jaren bezig, ja. Ja, dit is niet te doen. Niet te doen. Nee, laten we het maar niet doen, Toch Peter. maar vrede. 200.000. Oké, okay, toch maar Ja, vrede. toch maar wel, ja. Enter Guinevere. Guinevere. Ja. Wie was dat ook alweer? Was dat een vrouw? De vrouw van Arthur. Maar nu nog niet, hè? Nee. Oh. Origin story, origin story. Dit is de prequel. Oké. In het Ja. Welsh is het Gwenhulvar. Gwenhulvar. Gwenhoefaar. Guinevere, Guinevere. Het is waarschijnlijk ook waar Yennefer vandaan komt, hè? En de Ierse naam, Findabar. En het betekent zoiets als The White Enchantress, of de Witte Vee, of de Witte Geest. Oh nee, feeën zijn niet goed. Nee, maar ze bedoelen zoiets. Ze is gewoon heel erg mooi. Dat is eigenlijk wat ze bedoelen. Nee, dus zij is dan. Enchanting. Oh, ze is zo prachtig. Ja. Zij was de dochter van koning Leo de Grance. Yes, nog een backstory. Leo de Grance. Of Luit Ogrevent. Of zoiets. Hij komt Is uit. het een Fransman? Nou ja. Ik vind het erg Frans klinken, inderdaad. Maar waarschijnlijk. Hij komt uit Cameliaert. En Familia, Cameliaert zit ergens? Ik weet niet. Schotland of zo. ja, nee, het is echt, het is een fabeltje, Peter. Oh, Cameliaert bestaat niet. Ja, ik kan alleen vinden, Cameliaert is de estate of Guinevere and her father, King Leo de Grand. Dus het is waarschijnlijk fantasy Frankrijk. Ah, jammer. Ah, Ja, jammer. Maar dit is de plek, Cameliaert, is de plek waar de ronde tafel stond. Origin story of de ronde tafel. Oh, maar wacht even, Camelot en Cameliaard, dat is dat, Het lijkt erg op elkaar, hè? Ja, ja, maar ja. dat is dan toeval eigenlijk. Ja. Arthur die was op pad. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar hij kwam de Black Knight tegen. En hij vocht met deze Black Knight, maar die Black Knight was super, super sterk, super vaardig. En Arthur raakte vreselijk verwond. Maar it's just a flesh wound. Ja, inderdaad. De Black Knight in de Monty Python wordt helemaal aan stukken gehakt, maar blijft nog doorvechten, ook al heeft hij geen armen meer. Op een gegeven moment heeft hij geen benen meer. Maar hij blijft doorvechten, inderdaad. Dit is niet deze Black Knight. Dit Er is een andere zijn plek. best wel verschillende Black Knights. Maar deze Black Knight, dat was Sir Morion. En dit is een ridder van Moorse afkomst. Oftewel, Moorse ja, afkomst. Moorse afkomst. Ja. Oh. Moorden, dat waren islamitische mensen, de islamitische bevolking, die tijdens de middeleeuwen leefden in Iberië. Nou, dat is wat nu Spanje is. Spanje is toch? Ja. Ja, en in Maghreb, nou dat is Noord-Afrika. En dan een aantal eilanden, Sicilië, Sardinië, Corsica en Malta. Dus dat is een beetje waar de Mooren vandaan komen. Nou, deze Black Knight, Sir Morion, komt waarschijnlijk echt wel uit Afrika. Oh, wow. Ja. Trouwens, Mooren, dat is, hè, we zeiden uit de middeleeuwen, maar het is ook al een ouder begrip, want in de strijd tussen Carthago en Griekenland van 400 voor Christus zaten ook al Mooren. Toen ze met generaal Hannibal Barcas aan het vechten waren. Yeah. Ja, Yeah, die had wow. ook Mooren in zijn
in Ja, zijn nee, leger. dat is eigenlijk ook wel logisch. Dat wist ik niet, maar dat is heel interessant. Deze Black Knight, Sir Morian, is echt een Noord-Afrikaanse ridder. Dat wordt ook Ja. constant verteld. Zijn harnas is typisch Noord-Afrikaans. Hij heeft echt wel een donkere huidskleur. Maar het is niet altijd zo dat als we het over de Black Knight hebben, dat we het over deze Black Knight hebben. Er komen gewoon een aantal Black Knights voorbij. Maar deze heeft echt wel een backstory gekregen. Wel heel gaaf. Hij was de zoon van een van de ridders van de Ronde Tafel die naar Afrika was gereisd voor een of andere quest. Oh. En hij is dus uiteindelijk teruggekomen om zijn plaats aan de Ronde Tafel te claimen. Wow. Ja, maar hij had dus Arthur vreselijk verwond. Want ja, Sir Mordian was een geweldige strijder. Guinevere, die verzorgde Arthur. En ja, weet je, dit is natuurlijk het begin van een grote romans. Zo'n ridder die helemaal verwond is. En zo'n schone dame die hem aan het helpen is, aan het genezen is. Ja, Kan niet anders. Twee jonge, knappe mensen in een film. ik word ook altijd verliefd als de zusters mijn wonden verschonen en me vertellen dat ik mijn pillen moet nemen. Ja, Nee, ja, ja. echt. En ik weet Ja. ook niet hoe fijn het is, zeg maar, ik weet niet hoe erg Arthur er aan toe was. Als je bedenkt, een zwaar. Weet je, door films zijn we zo verwend geraakt. Weet je, als je een snee in je arm hebt. Stel je voor dat hij heeft een enorme snee over zijn borstkas heen. Weet je, kan je op zich overleven als het niet te diep is. Maar je bloedt als een rund en het doet zeer, jongen. Ja, en het gaat Nou, ontsteken en er komt ja. pus uit op een gegeven moment. Weet je, als je geen En antibiotica hebt. Oeh. nee, het, ja. En ja, je moet het natuurlijk. Het werd wel dichtgenaaid volgens mij. En maden werden er soms ingegooid. Oh ja, bloedzuigers ook soms om te zorgen dat het. Ja. Dat dode bloedcellen, dat die goed opgeruimd worden en Ja. niet voor nare dingen gaan veroorzaken. Ja. Maar en ze hadden nog geen verdovingsmiddelen, hè? Dus elke Ah. keer als zo'n ding werd dichtgenaaid, was het auw, Help. auw, auw. Nu is het één keer zo'n naald, hè? Nu is het elke keer. En ze zag Arthur onder de bloedzuigers, schreeuwend van de Ja. pijn, en ze dacht: wauw. Ja, dit is mijn man. Yes. En Guinevere, ze was geweldig. Ze was natuurlijk prachtig, maar ze was ook geleerd, superslim. En ze kon ook geweldig borduren en andere kunsten. Ja, dat is heel goed om te weten of zo, dat ze goed kan borduren. Goed. Hij trouwde met Guinevere. En als huwelijkscadeau kregen ze de ronde tafel. Oh, Hier is gewoon zo'n wauw. geschenk Hebben van ze een mij. coole tafel? Ja. Oh, Ja. dank je. Waar gaan we die neerzetten? Oeh, is lelijk. Hij is van mijn vader. Ja, je mag hem niet weigeren. Oké. Kunnen we niet de coole draak op verven of zo? Ja, inderdaad. Ja. Nou, de vader van Guinevere werd ook meteen een van de ridders van de Ronde Tafel. Net als Sir Gawain, de Crieb Pellinore nog steeds. Lancelot, Parsifal, Galahant. Dat waren allemaal ridders van de Ronde Tafel. En het idee van de Ronde Tafel was dit: hij is rond, dus niemand zit aan het hoofd. Ah, Dus dus je bent iedereen is gelijk. gelijk. Ja. Ja. Ja, en dat is hoe koning Arthur de vrede kon bewaren in zo'n groot Oh. gebied. Omdat hij gewoon heel erg goed luisterde naar iedereen. Iedereen had een stem. In ieder geval iedereen die een hoog genoeg rang had. Ja, wat me opvalt is dat als er gevochten wordt, delft Arthur vaak het onderspit. En Ja. praten is meer zijn, ja, zijn forte. Ja. En dat is goed. Praten is Hartstikke een goede goed. eigenschap. Hartstikke goed. En ik denk inderdaad dat vrede stichten zo in Engeland, in Brittannië, dat dat gewoon echt wel mooi is. Als dat betekent dat er minder mensen doodgaan. Ja, top. Ja, dus dat is wel grappig. Hij heeft dus nu eigenlijk alles. Hij heeft zijn zwaard Excalibur, zijn vrouw Guinevere. Hij heeft de ronde tafel. Een aantal ridders zijn er al. Uiteindelijk worden het er 12, geloof ik. Maar goed, Wauw. wie dat dan ook zijn, dat verschilt, hè. Dat. Er gaan weer steeds mensen weg en komen mensen bij. Dus nou ja, dat verschilt. En wat doen deze ridders nou? Nou, voornamelijk ze vechten tegen de Saksen. Die Aha. verdomde Saksen toch. Constant Oh. maar vervelend aan het doen.
Ja, nee, zulke vervelende Saksen. Kunnen we een keertje vanuit de Saksen een verhaaltje hebben? Ik ben er wel erg benieuwd wat zij vinden. De hele tijd, oh jeetje, die vervelende koning Arthur, maar de hele tijd. Hij komt nog steeds maar aanvallen. Hij Ik zegt dat kan wij de ze aan het veroverden invasie zijn. van de Saksen van Groot-Brittannië behandelen, maar ik weet niet of we dan blij zijn van, oh ja, ja leuk, ja, de Saksen plegen nu moord en verderf. Ja, Cool. ja. Ah ja, ze waren allemaal een beetje. Elk Goed. volk heeft zijn slechte moment. Maar goed, dat is dus wat ze voornamelijk deden: de Saksen op afstand houden. En zo Yeah. vrede houden binnen Brittannië. En het allerbelangrijkste was natuurlijk de kweeste om de Heilige Graal. Yes. Nou, Karsten, wat is dan de Heilige Graal? Een beker. Ja, het is een beker. Het is de beker van Jezus waar hij uit dronk tijdens het laatste avondmaal. En het is ook die beker waarin na de kruisiging het bloed van Christus werd opgevangen. Oh ja. Dus dat zit er nog in, een beetje bloed. En daarom is dit dus een heel waardevol object, hè? En het had ook allemaal krachten, want als je dus uit de beker dronk, uit de Heilige Graal drinkt, dan genees je van al je wonden. En je Ja. zal eeuwige jeugd en geluk krijgen. Ja. Ik weet niet wat dat Oké. betekent. Als je nu naar de winkel gaat en een lot koopt, dan ben je meteen de winnaar van de loterij, toch? Dat zou het. Ja, zoiets. Of als je een gevecht met iemand aangaat, Oh ja. dan win je wel een Dan keer. struikelt hij steeds. Oh, ik struikel alweer. Wat een pech heb ik steeds. Ja. Of je mist net die ene vervelende hoek als je uit bed opstaat. Ja. Ja, ik Oh wil ja, van dat zo'n soort dingen. idee. Ja, Ja. ja, ja. Nou, de Heilige Graal, die werd bewaakt door de Graalkoning. En hij wordt ook wel de Visserkoning genoemd. De Fisher King. De Fisher King. Fisher King doet een. Ja, dat klinkt bekend, maar ik heb geen idee, Peter. Nee, nee. Nou, het is Vertel. dus die Fisher King. Ja. Dat is natuurlijk ook omdat Jezus een symbool is vissen, hè? Dat zie je wel vaker. En de Fisher King, die Graalkoning, hij was vreselijk verwond. Oh. Het verschilt een beetje hoe en wat, maar hij zit meestal op zijn troon en hij kan daar eigenlijk niet vanaf. Dus ja, hij zit daar te wachten voor eeuwig. Dat heb ik ook eerder gehoord. Ja, dit kennen we ook ergens van. Ja, in een Arabisch sprookje, Ja, maar ja, ja. en welke was het ook? Was het Aladdin? Nee, Dit was het in was Duizend en Één Nacht. ja, Duizend en Één Nachten. Ja. Ja, Wauw. cool. En wij maar denken dat er een verschil in cultuur is, Nee, terwijl al die verhaaltjes komen steeds terug. het komt allemaal op hetzelfde uit. Ja. Goed, dat is dus de Fisher King. Hij is geen kwaadaardige koning. Hij is gewoon degene die de graal heeft. En hij wacht totdat iemand hem bevrijdt of bevrijdt van het leven. Daar komen we vast nog wel op terug. Want dat is eigenlijk waar ik het een beetje wil laten voor vandaag. Nu hebben we alles geïntroduceerd. We weten alles. We weten waar de ronde tafel vandaan komt. Waar het zwaard vandaan komt. Waar het andere zwaard vandaan komt. Waar Merlijn vandaan komt. De Heilige Graal, De Heilige wauw. Graal, ja, hebben we ook even geïntroduceerd. En we weten nu een beetje wie Arthur is en wat voor soort persoon hij is. Hij is toch wel een vrij. Ja, ik vind hem wel een vrij toffe peer in deze verhalen zeker. In die vorige met Sir Gawain had hij nogal een kort lontje. Maar dat was misschien de alcohol, hadden we al geconcludeerd. Ja. Ja. En nou ja, nu zijn we eigenlijk niemand vergeten, toch? Nee, hij. Wacht. Oh, wacht, we zijn wel iemand vergeten. Wie was Morgan Le Fay? Tune in next time to the History and Mythology podcast for more Arthurian legends. Doei Karsten, Yay. ik spreek je de volgende keer. Doei, Peter. Dit kan echt cliffhanger. Doei, Peter. Cliffhanger, ciao!